Boing boing. Zijn we weer. Onderweg naar België. Maar even alle pre-orders op de bus gooien. Ik had zo'n jammer moment dit, dat we hier weer met onze winterjas in de auto zitten. Baba. Het is zo koud. Er zullen weer mensen zijn bij jullie die dit fantastisch en heerlijk weer vinden. En lekker knus en gezellig. Allemaal waar. Maar niet van mij. Baba. Maar goed, het is maandag. We zijn onderweg naar Hilversum. En het is al, het is nog maar 12:30, moet ik eigenlijk zeggen. Want die gaan repeteren. De blazertjes. Lekker met je toeta. Ja, wel leuk toch? Hartstikke leuk. Mooi hè? Leuke stropdas hè? Heel gezellig. Clownesk, maar leuk. Hij is niet clownesk. Een beetje. Nee. Maar dat staat leuk bij mijn streepjes. Ja. Peppy en Corby. Toet toet boing boing. Ik zet hem even in. Toet toet boing boing, Kokkie en Peppy. Zijn we weer. Best wel wat Vlaamse vrienden bij onze shows in Nederland. En ik denk van ja, als zij de moeite doen om naar ons te komen, kunnen wij ook wel de moeite doen om naar België te komen. Nou wil ik dat al heel lang, alleen dat schijnt op een of andere manier. En daar zal ik jullie niet mee vermoeien, want dat is een heel zakelijk gesprek. Het blijkt dat toch heel lastig te zijn. Ja. Maar goed, we hebben nu gewoon een afspraak gemaakt. En we gaan eens even gezellig praten. En misschien zeggen de mensen hier wel, nou, hartstikke leuk Dan. Kom binnen. Ik ga niet, mevrouw, hou eens even daar filmen, want dat vind ik een beetje awkward. Dat doe je niet bij mensen die je nog niet kent. Dus we brengen wel verslag uit, of niet? Die zullen het vanzelf wel zien. What the fuck? Hallo? Ja, dat was ik weer. Het is donker. S'nachts kleden zich tegen het zwart. Dat maakt hen mysterieuzer. Dat kan je gewoon niet doen als je net in België bent geweest, Danny. Nee, dat is waar. Dat kan je niet maken. Maar het was wel heel leuk. Het was heel leuk. Ja. Leuke mensen ontmoet. Lekker gegeten. En we hebben lekker gegeten. Meer kunnen we eigenlijk niet zo vertellen, hè? Nee. Nee. Later meer hierover. Altijd weer een spannend moment met de lekkerste koffie. Het is altijd weer een spannend moment. Ik ben net wakker. Dat is niet te zien. Bijna niet, hè? Nee, nee. Ik heb ook mijn Run DMC outfit aan. maar ze hadden dit gisteren bij de buren afgegeven. Nou, dan heb ik even opgehaald. Het is nu een. Hoe laat is het? 8:10 zo? Of half negen. Maar ze hebben dus de CD gebracht. En dat is altijd inderdaad weer een spannend moment. Ja, echt hè? We hebben het gewoon nog niet in handen gehad. Dus nee, dat je denkt van, oh jee. Verkeerde kleur. Hebben we ook al eens gehad. It's a door and door. It's a door and door. Ik vind het spannend. Ja, ik ook. Zeg, jeetje. Volgens mij is het helemaal goed, hè? Volgens mij ook, wauw. Mooie zwarte thee. Ja! Ben je blij mee? Ik ben er blij mee. Hoe mooi is dit? Altijd weer leuk, hè? Ja. Yeah.
Je kan geen David Lynch meer tegenop. Ongelooflijk, hè? Dit is dus een vlog in een vlog. Waar mensen naar zitten kijken. En daar kijken weer mensen naar. En dat vloggen wij weer. En dat zit weer in de vlog. Dus dit gaat heel diep. Ik ga nog een bak koffie zetten. En dan gaan we even alle pre-orders op de bus gooien. Ik had niet dat ik dit heel leuk vanuit niets presenteer. Dit. Ja, dit is echt top, schat. Ik je bent echt... Nee, het was volgens mij die espresso die in één keer mij wakker maakte denken dat ik dit ga vertellen. Echt on point ben je, Danny. Ja. In ieder geval komt het erop neer. Pressure Makes Diamonds part 1 op de bus. Oeh, dan hebben de mensen hem dus maandag of dinsdag in huis. Dat is leuk, hè? En volgende week hebben we nog wat meer rommel. Een klein teasertje zo, want het is van, het is misschien wel... Het eerste festival, Mick. Mede mogelijk gemaakt door vriend Roger Bemmel, van Bemmel Zeefdruk. En ja, en er komt ook, wat ook leuk is, is dat als je nou zelf gitaar speelt... Ik heb heel vaak bij optredens dat mensen een plectrum willen van mij. Maar die heb ik nu ook maar gewoon, dat je ze gewoon kan bestellen in de webshop, als je dat leuk vindt. Dan heb je niet zo'n afgerachte van mij, maar dan heb je gewoon een mooie nieuwe. Maar ja, misschien is het leuk om een afgerachte, ik weet het niet. Ik zou er een met zweet willen van jou. Ja. Ja, hier. Duidelijk. Ja, maar als je nou gewoon een nieuwe wil, dan kan dat ook. We hebben, het hele commerciële gedeelte is weer gebeurd. Je kan weer van alles bestellen als je dat wil. Maar het hoeft niet. Maar het hoeft niet. Nee. Bedankt voor het kijken, tot volgende week weer. Maar ik gaf hem aan jou. Oh, dat vind ik prima.